Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. De rietaak Drieke Zusters is na een eeuw weer terug in de Biesbos. Maar waar het schip vroeger vol werd gestouwd met riet en met wilgetakken, worden er nu passagiers mee vervoerd voor rondvaarten. De Drieke Zusters was van oorsprong ook niet bestemd als passagiersboot. Echt schuilen op de open boot is er echt niet bij. Vandaar dat er bij regen paraplu's aanwezig zijn. Het schip werd in 1899 gebouwd door scheepswerf van Zuilenkom in Drimmelen. En de naam Rietaak zegt het wel. Er werd riet mee opgehaald. Dat gebeurde met name in de wintermaanden. De rest van het jaar werd er onder meer wilgenhout mee vervoerd. De Drieke Zusters werd alleen de eerste decennia van de vorige eeuw in de Biesbos ingezet. Daarna werd het schip elders in het land en voor andere doeleinden gebruikt. Uiteindelijk kwam het in Valkenburg in Zuid-Holland terecht. Daar werd de Aak in 1995 uit het water gehaald en hij lag vervolgens weg te roesten. In 2010 werd de boot door een Drimmelense stichting terug naar huis gehaald, gerestaureerd en in de plaatselijke herengracht gelegd. De Drieke Zusters vaart op vaste dagen, meestal vrijdag tot met maandag. Er zijn ook arrangementen op maat mogelijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website vriendenvandebiesbos.nl. Ook dit jaar is er weer de zomerse editie van Markt van Makers op zondag 25 augustus in Terheide. En dit keer in het Antonius Abt in Terheide. Deze markt is een jaarlijks evenement voor jong en oud, waar kleine, creatieve ondernemers of particulieren eigen werk kunnen tonen en kunnen verkopen. Voor bezoekers is de markt een gezellige en laagdrempelige manier om originele producten aan te schaffen en kennis te maken met de maker zelf en inspiratie op te doen. En de entree is gratis. Heb je interesse om de markt te bezoeken en wil je meer weten over de deelnemers? Voor de Facebook of Instagram pagina Markt van Makers voor de laatste update. De deuren staan van 11 tot 4 open voor publiek. Tijdens het Europees kampioenschap van de UEFA en de Olympische Spelen van de FIFA zijn nieuwe richtlijnen toegepast om respectvol gedrag richting de scheidsrechters te bevorderen. Alleen aanvoerders mochten toen belangrijke beslissingen bespreken met scheidsrechters. Dit is succesvol verlopen en het stimuleert sportiviteit op de voetbalvelden. Daarom wordt deze richtlijn, om respectloos gedrag te voorkomen en sportiviteit te stimuleren, met ingang van het seizoen 2024-2025 ook toegepast in de Nederlandse competities van zowel het amateur als het betaald voetbal. Er komt een intensievere samenwerking tussen aanvoerders en scheidsrechters. De KNVB verwacht van bestuurders, coaches en trainers dat zij de nieuwe richtlijn breed bekend maken binnen de verenigingen en de clubs. De Drimmelen Heemkundekring Made Drimmelen en VVV Biesbos Drimmelen bundelen hun krachten om gezamenlijke dorpswandelingen aan te bieden. Cultureel erfgoed de Heemkundekring streeft ernaar het cultureel erfgoed van de gemeente in de dorpen Made en Drimmelen te bevorderen en uit te dragen. Tegelijkertijd wil de VVV de gemeente promoten. Zowel de Heemkundekring als de VVV sluit een verdere samenwerking in de toekomst dan ook niet uit. De doelstellingen van de Heemkundekring sluiten naadloos aan bij de activiteiten van de VVV. Volg de sociale media en de website van de VVV om op de hoogte te blijven van de laatste informatie. Kijk op www.vvvbiesbosdrimmelen.nl. Ook dit jaar zijn diverse agrarische bedrijven te bezoeken in het werkgebied van de ZLTO afdeling Amerstreek. Het betreft bedrijven met verschillende activiteiten. Melkvee, akkerbouw, tuinbouw, gangbare en biologische bedrijven verdeeld over het prachtige buitengebied. Ga op bezoek, kijk en ga in gesprek met de ondernemer. Tour de Boer draait op dinsdag en op donderdag. Kijk voor het volledige bezoekschema op de site www.toerdeboer.nl. En wist u dat er boerderijautomaten zijn? Je koopt direct bij je boer je boodschappen en dat heeft voordelen. Lokale, verse producten met een eerlijke prijs. Dus stap op een fiets, geniet van het buitengebied van de mooie gemeentes
en ga langs bij de boerderijautomaat bij jou in de buurt. Aannemer Volkerrail verneemt in opdracht van ProRail van 10 tot en met 18 augustus delen van het spoor tussen Lage Zwaluwe en Breda. Ook wordt in Zevenbergse Hoek een overweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ten noorden van Breda, ter hoogte van Ter Heide, vernieuwt de aannemer bevestigingsmiddelen en delen van de bovenleiding. Maar bij station Lage Zwaluwe worden spoorstaven vernieuwd. Op zaterdag 10 augustus krijgt de overweg Hoofdstraat tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds een nieuwe asfaltlaag met belijning. Tijdens deze werkzaamheden is deze overweg gesloten voor verkeer. En tijdens de werkzaamheden rijden natuurlijk geen treinen. De NS zet bussen in. Plan je reis kort voor vertrek met de reisplanner voor het meest actuele reisadvies. Sporthal de Rietgors in Lage Zwaluwe heeft een nieuwe beheerder in de persoon van Michel Hofkes van Jouw. De gemeente is zeer blij met deze lokale en bekwame exploitant. Men kijkt uit naar een goede samenwerking en men hoopt te zorgen dat de faciliteit bijdraagt aan de behoeftes van iedereen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vigiso.nl. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen kort nieuws uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Deze week kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van onze maandelijkse rubriek Samenleven en deel 1 van de musical van Alice in Wonderland van het Mini Maxi Theater. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en dat wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons via het getoonde mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!